real quick? Ik ben vandaag voor 100 dagen hondenbaan astronaut. En dat is een grapje, want dit is Kees en ik ben vandaag stekmonteur. Wat is stekmonteur precies? Dat is onderhoud van de airco's van de treinen van NS. Wat ik specifiek doe, dat is hier het demonteren van de airco, ook het stekwerk ervan, dus het leeghalen van de airco en dan de modificatie eraan. Het doel is dat je een goed functionerende airco hebt op het trein. De unit is nu gedemonteerd. We gaan nu naar de volgende stap. We gaan hem schoonblazen. Het is eigenlijk een beetje zo'n autowasserettenhal dit. We gaan hier de airco schoon spuiten met lucht. Naar de rand stofzuigen. Doen ook kleding aan, gehoorbescherming en stofkap. Nu je pack toch aan hebt. Dan houden we maar aan. We gaan maar even naar Kevin toe. We gaan met de kap afwas spuiten. We hebben hem al gestuurd. Tijdens het schoonblazen wordt hier de kap gespoten. Die stap kun je deze keer ook meenemen. De volgende stap is dan stap 3. Tering, schrammelrot. Hoef niet te verschrikken. Moet je eerst ervoor doen? Dan beginnen we eerst met hier het ventiel eraf te halen. Mm-hmm. En het nieuw magneetventiel op te solderen. Doe jij de andere kant. Ik zie mezelf alweer in vuur en vlammen hier daar door die hele lood rennen. Ja, oké. Okay. Dichterbij, sorry. Kijk. Solderen kun je leren. Wat vind je het leukste stukje aan je werk? Het leukste stuk is het stekwerk van wat je aan de airco doet. Ook het buikwerk van de leidingen en het solderen. Ja, eigenlijk. Oh, super koud. Stap 4, controleren. Controleren doen we aan de hand van de werkbeschrijving. Nou, dan kijk je ook of alles vast zit. Maar eigenlijk zorg jij er dus voor dat we in de winter lekker warm in de trein zitten en in de zomer lekker gekoeld worden. Deze dicht. Die pakt. Oh, daar zijn handvatten voor. Ja. Deze is goedgekeurd en dan gaat hij in het verzendframe en dan kan hij opgezonden worden. Hey, voor deze job moet je natuurlijk ook een aantal dingen kunnen. Je moet technisch onderlegd zijn en je moet veiligheidsbewust zijn en graag met je handen werken. Je moet natuurlijk altijd ook je hoofd koel houden.